Lee Marvin, met een tijd van 45-41 op de 400 meter. Nederlands record, EK-limiet. Waar gaat het heen? De eerste wil ik dankjewel geven aan God. Ik wil dankjewel geven aan Wieger, dat mijn kamer, dat we in Papendal kunnen zijn. Ik wil een dankje geven aan Joost Valla, want ik blessure had, dat hij bleef tegen me aanmoedigen. Een dankjewel aan Rick. En ik weet, nu kan je niet al die namen onthouden, maar dankjewel aan Nederland en iedereen. Mooi gezegd, dankjewel. Hoe ging jij hierheen voordat je aan deze race begon? Ja, het is wel een lang verhaal. Ik was in Schiphol, dus ik was in het Bastion Hotel. Ik was vanaf 9:30 ging ik weg en de shufflebus was laat. Toen was er stroming met de trein. Ik moest gaan wachten, het was al 12 uur. Toen kwam ik naar Amsterdam Zuid. Daar was ik aan het wachten, een half uurtje op de tram. En het was er ook niet. Toen moest ik de bus 15 halen en begon ik al vanaf bus 15, daar begon ik al in de bus een paar strijdjes te doen en dat dingen. Toen was ik daar bij de bushalte, ik kwam rennen terug zo naar de baan en ik begon daar een paar snelle versnellingen te doen. En ik was ook laat in de KLM, ik ging een gele kaart. Maar het was een pechdag, maar met deze mooie resultaat ben ik echt blij mee. Zo'n ochtend kan je snel vergeten dan? Ja, kan ik heel snel vergeten. Hoe krijg je het dan toch voor elkaar om mentaal sterk aan de start te gaan staan? Want ik bleef met mezelf communiceren, dat doe ik bijna altijd. Vanaf toen ik hier was, was ik een beetje dus ongeduldig. Ik zei, Lee Marvin, stay focused. You can do it, stay focused. Ik was daar, het was een geluk dat ze drie minuten meer kreeg. En ik begon gewoon maar te lopen zo. En ik bleef mezelf motiveren. Lee Marvin, we zijn hier niet voor niks. We zijn hier voor niks, laten we het doen. Vandaag is de kans naar Zurich. Als je vandaag, dan wordt volgende week niet nog wat te veel druk. Laten we het doen, want het is mooi weer alles. En voor deze publiek is het mooier. Voor het Nederlandse publiek. Het is mooier. En het is gelukt, jij mag sowieso naar het EK in Zurich. Hoe groot schat jij de kans is dat jullie nog als team, als estafette team worden uitgezonden? Dus we hebben twee mannen met 45. We hebben Jurgen ook met 45. We hebben Bram ook. Dus we hebben een hele mooie team. Ik hoop dat ze ons gewoon maar naar Zurich laten gaan. En hoe ga jij de komende twee weken tot aan het EK besteden? Ik ga helemaal voor de 400 trainen. Hier in Nederland? Ja, zeker. Op Papendal, onder de steun van Wieger. Want normaal woon jij en leef jij ergens anders? Ja, ik woon in Puerto Rico. Dus ik zit op een college daar, Universidad del Este. Maar in de zomer kom ik altijd, vanaf vorig jaar ben ik daar met Wieger aan het trainen. En het gaat heel erg goed, een hele goede combinatie. Dankjewel, wens ik heel veel succes op weg naar Zurich. Oké, dankjewel.